politiek en vakbonden die bemoeien zich met de toekomst van Schiphol. Moeten vakantievluchten worden uitgeplaatst naar andere luchthavens, zodat ons nationaal vliegveld meer ruimte krijgt voor het intercontinentale overstap en het zakelijke verkeer? Bij mij in de studio is Iteke de Jong, die de luchtvaart volgt bij de Financiële Telegraaf. Iteke, het is inmiddels echt een hot issue aan het worden, hè? Ja, dat heel veel vakbonden spreken zich op dit moment uit. En dat komt omdat op 7 september er een hoorzitting is in de Tweede Kamer over het beleid waar je het net over had. Zakelijk verkeer heeft voorrang op de vakantievlucht op Schiphol. Mm-hmm. Echter, dit beleid is de afgelopen jaren niet goed uitgevoerd. Mm-hmm. En dat heeft nu tot gevolg dat Schiphol dit jaar vol komt te zitten. Ja, met een volle luchthaven heb je natuurlijk niet meer zoveel te bieden. Dus je ziet nu dat iedereen er zich nu tegenaan begint te bemoeien om toch iets te gaan doen met het uitplaatsen van vakantievluchten. Want wat zijn dan de voordelen van het uitplaatsen? Nou, dan komt er meer ruimte voor KLM, dus een grote werkgever in Nederland. Hun netwerk zorgt ook voor verbindingen met de rest van de wereld. Dat is goed voor het vestigingsklimaat. Ja. Maar goed, het is allemaal nog niet zo eenvoudig, want het verkeer moet dan naar Lelystad. Maar Lelystad is nog niet klaar. Nee. En Eindhoven zit eigenlijk al vol op basis van de eigen marktvraag, omdat de economie natuurlijk heel erg is aangetrokken. Is er een alternatief? Ja, dat is op dit moment heel erg lastig. De regering moet besluiten om Lelystad versneld te gaan ontwikkelen. Maar je ziet nu vanuit Overijssel een enorme lobby opkomen. Eind vorige week heeft het bekende CDA-kamerlid Pieter Omtzigt zich in de strijd geworpen. Die heeft allerlei kamervragen ingediend over de aanvliegroutes van Lelystad. Want met dit uitplaatsingsplan en de nieuwe luchthaven in Lelystad wordt de overlast eigenlijk uitgesmeerd over Nederland. Mm-hmm. En ja, dat leidt maatschappelijk tot steeds meer weerstand. Dus je ziet dus de politiek nu eigenlijk zeggen van, nou Dijksma, hè, dat is nu de staatssecretaris, heb je het eigenlijk wel goed besloten de afgelopen jaren? Ja. Is dit nu wel slim wat we doen? Ja, dus eigenlijk komt er nu een lobby vanuit Overijssel en die gaat dan Lelystad proberen te dwarsbomen. Nou ja, goed, en je ziet ook, het hele plan is eigenlijk een beetje krakkemikkig, want het is in het begin gaat het maar om 6 vluchten per dag. Niet echt een oplossing voor de congestie op Schiphol. Dus heel veel weerstand in de maatschappij. En de overlast breidt zich uit en er is ook nog een andere juridisch ding. De luchtvaartmaatschappijen die we daar op het scherm zien, ja, de vakantievluchten, die aanbieders, die willen eigenlijk niet naar Lelystad. Die willen gewoon op Schiphol blijven. Die willen gewoon op Schiphol blijven. Dus een heel moeilijk complex geheel. Een hete herfst komt eraan. Iteke, jij blijft het volgen voor DFT en dus ook voor ons. Dankjewel.